We bevinden ons hier op het kruispunt van de Carnotstraat en de Kerkstraat. Hier aan de overkant, Kerkstraat nummer 2, was boekhandelaar, uitgever, drukker en papierhandel Gustaaf Janssens gevestigd. Gust Janssens was de vader van Lodewijk Janssens, die het stuk van Reder Robert en Bertram vertaalde. En dat was de aanleiding voor het grote succes als volksroman, geschreven door Raffaels. De Sint-Willibrordusstraat, gekneld tussen de Kerkstraat en de Lange Beeldekenstraat, was de verblijfplaats van Lode op de Beek, hier nummers 62 tot 65, waar hij als uitgever, maar ook als drukker, fungeerde en veel werk uitgaf, veel jeugdromans en ook het werk van Octor. Hierboven woonde Vincent van Gogh. En wanneer hij een kater had, dan stak hij de straat over en ging bij apotheker De Prater zijn poedertjes halen tegen hoofdpijn. De Prater was een zeer goede vriend van Raffaels, voor wie hij de brochure Robert en Bertrand in Antwerpen liet uitgeven. We bevinden ons hier op het Stuivenbergplein. Hier is Willy van der Steen geboren, in dit huis. En op deze straatstenen heeft hij misschien de eerste versie van zijn Robert en Bertrand getekend. Hij was het die dankzij een magnifieke strip Robert en Bertrand weer terug in de belangstelling bracht. Met dank aan Raffaels. Wat heb ik gezegd? 48. Volgens zijn geboorteakte was het 49.